Grolsens binnen. Maar je moet er wel snel bij zijn. Want echt bokbier kent zijn tijd. Balanceren kunnen we bij Profile Tire Center als geen ander. Profile Tire Center. Beter in banden. Ik wil gezond haar, wat ik ook doe. Maar ja, vaak wassen en drogen maakte mijn haar niet gezonder. Gelukkig ontdekte ik verrijkte Pantene shampoo. De extra pro-vitamine dringen zelfs door tot diep in de haarwortel en tot in de kern van het haar. Met verrijkte Pantene wordt het haar gezonder. Nu was ik mijn haar zo vaak als ik wil. En het is gezond en glanzend. Verrijkte Pantene, de eerste shampoo die doordringt tot diep in de wortels. Voor haar zo gezond dat het glanst. Veerboot gemist? Huwelijk gemist? Niet met een Sharp View Cam. Filmen vanuit elke hoek. En het resultaat? Meteen terugzien. De Sharp View Cam. Zien is filmen. We have a financial problem at Terminal 4. Dave, hold the shipment on 4. Could have said that earlier. We're already half loaded. Hold it. Stop the load. Hans, listen, we've got serious problems. Can it wait till tomorrow? They want to have a guarantee of payment. I see. I'll call you back. San Francisco wil nu een zekerheid van betaling. Wat doen we eraan? Nu even niet. Het zal wel een letter of credit worden, maar dan moet er ook iets aan de financiering gebeuren. Ja, ja. Nee, ik begrijp het. Ik ga dat regelen en dan kom ik naar u toe. Het internationale zakenleven draait 24 uur per dag. Hey, great news, Jeff. Resume loading. En wat ons betreft, het bankleven ook. Prima gegaan. De oude komt daar. Graag gedaan. Ongetwijfeld ING Bank. Nieuwe Ariel Futur. Met het kleinste beetje Ariel wel goed schoon. Ja, dat klinkt natuurlijk prachtig. En Ariel Futur zit dan wel in een veel kleiner pak. En het schepje is ook veel kleiner, maar ik wil nou toch wel eens een keer weten of het ook echt zo is. Nou, wie zou dat kunnen bewijzen? Een van de onafhankelijke instituten die dat heeft onderzocht. U hebt Ariel Futur getest. Ja, en om zo verantwoord mogelijk te testen, wassen we hier net als thuis in een serie gewone wasmachines. Verder hebben we op deze lapjes 26 veel voorkomende vlekken gemaakt. Zoals? Chocolademelk, gravel, oogschaduw. Die ruim een dag in laten drogen. En vervolgens in een normaal wasprogramma op 40 graden gewassen. En? Wat is de uitslag? Van deze 26 onderzochte vlekken zijn er 14 significant schoner uitgekomen. En de andere ongeveer net zo goed als met Ariel Ultra. En wat heeft u hier nou mee bewezen? Nou, dat Ariel Futur op de in deze test gebruikte vlekken significant beter is dan Ariel Ultra. Nou, dat zijn overtuigende resultaten. Wat zou het Keurmerk Instituut Consumentenproducten ervan vinden? Kijk, we verlenen dat bekende keurmerk alleen maar aan een wasmiddel als het voldoet aan strenge eisen ten aanzien van wasresultaat, van milieu en textielveiligheid. Die eisen worden opgesteld in overleg met consumentenorganisaties en laboratoria. En? Ja, ik kan u zeggen dat Ariel Futur is met een klein beetje poeder op alle punten uitstekend uit ons onderzoek gekomen. Hm. We feliciteren Ariel Futur met het behalen van het keurmerk goedgekeurd Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Wij blijven natuurlijk controleren. Ik zocht naar bewijzen. Dit zijn de feiten. Ariel Futur bewijst het. Met het kleinste beetje Ariel. Wel goed schoon.
In the heat of the night. I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I have. Morgen om 11:55 het Capitool. Met daarin een discussie over de kerncentrale in Borselen. Over het wel of niet langer openhouden. En een interview met Ed van Tijn over zijn boek Retour Den Haag.